Koenders. Weghaald door Seip. Kwanza. Overtoom. En Armenteros kan uithalen. En dat doet hij hard, maar ook voorlangs. Riestra. Niet de eerste keer dat hij mee inschuift. Pedro, maar een paar zit er half naast. Het is 1-0 voor Heracles. Everton is de man die de score opent in de 14e minuut. Het is conform het spelbeeld. Het is een mooi lopende aanval, maar een paar zag daar niet goed uit. Duarte. Armenteros. Overtoom. Weer snel in één keer gespeeld. Armenteros nu wel. Nee. Nee, bal van de lijn gehaald. Derde mogelijkheid voor Armenteros. Hij mag verder. Armenteros. Kap is goed. Verre hoek. Ja, dat is toch echt de pech. Vorig seizoen goed voor mooie doelpunten. En ook dit is allemaal heel mooi. Maar hij gaat er niet in. Buitenkant paal. Armenteros. Ja, vasthouden. Lijkt mij ook, inderdaad. Vrije trap voor Heracles. Overtoom die werd tegengehouden. Dat is een hele mooie poging van Overtoom. En een uitstekende redding ook van Maanpa. Hier is hij weer. Van Haren. Goed paasje op Novoor. En nu Wildschut. Ja, dat is 1-1. Ha! Prachtig geplaatst balletje van Linssen. De eerste aanval van VVV. Die lukt. Wildschut. Eén man, twee man. En dan op zijn Wildschut. Maar is geprobeerd. Novoor, twee man kwijt. Nou, Novoor. Het moet niet gekker worden, zou je denken. Kwanza op Overtoom. Overtoom, Forstemans loopt terug. Overtoom, Overtoom met links. Korte hoek, Maanpa. Beste moment van de thuisploeg na rust. Verzorgd door Overtoom. Wildschut staat op scherp. Maar het gaat hier naar Meeuwis. Kan natuurlijk ook. Terug op Van Haren. Die kan uithalen. Van Haren. Bovenkant lat. Heracles ontsnapt. Aan een achterstand. Balletje laag. Rienstra. Weggehaald door Forstemans. En kan VVV er nog een keer uit. Met Wildschut. Als hij het op zijn heupen krijgt. Echt goed op zijn heupen krijgt. Nou dan berg je maar. Daar is Wildschut. Is Pasveer ook. Ver uit het doel. Goed gedaan. Ozan Türk. Kullen. Ja, vergeet de trekker over te halen. En dat is meteen het laatste van de wedstrijd. Teleurstelling in Almelo. Tevredenheid bij VVV.